is er niet nog het ergste. Het gebied van Wilhelmina interesseert me niet. Ja, maar Barbara... Hoe hou jij zoiets in je hoofd? Ja, maar Barbara, je weet dat de Pohommie is. Gisteren had ik weg met die dubbele soekaren en die Willem drie puntjes waar een punt gaaf zijn. Die zetten die handen aan. Julius! Oh, misschien ben ik hem alweer kwijt aan meneer Helmers. Die stond bij zien. En nou is het terug! Barbara! Hoe hou je zoiets in je hoofd? Als er ook maar één, als er ook maar één eentje zoeken ze, dan is mijn hele serie. Hoe hou jij het in je suffe hoofd om Alfons en Yvonne hier uit te nodigen? Ja, maar boek. Hé, wat zeg je nou? Hoe jij het in je hoofd haalt om Alfons en Yvonne hier uit te nodigen. En nog wel zonder overleg. Ja, maar papa, die heb ik helemaal niet uitgenodigd. Lieg niet, het staat hier zwart op wit. Papa, dat kan niet. Pas op, die staat... Wat nou weer? Die stond bijna op een Brezhnev. Wat kan mij de Brezhnev van jou schelen? Ik wil weten waarom jij dit gedaan hebt. Hier. Hallo, bedankt voor jullie uitnodiging. We komen om 3 uur voor een week vakantie. Gezellig, groetjes Yvonne en Fons. Hoor je wel, uitnodiging. En de enige die verstuurd kan hebben, ben jij. Maar Barbara, ik weet van niks. Echt niet. Het zijn verder jouw zaken. Als je maar weet dat die lamlendige neef en die aanstellerige nicht van jou hier niet welkom zijn. Nee, natuurlijk niet, Barbara. Het is bijna 3 uur. Als ze komen, dan zeg je maar dat we onverwachte deur uit moeten en dat jouw uitnodiging op een vergissing berusten. Maar die heb ik, maar die uitnodiging was helemaal niet van mij. Ik wil er verder niks meer over horen. Je weet wat je moet doen. Hé, wat dan? Barbara! Wat nou? Hier staat koningin Elisabeth. Oh, koningin Elisabeth kan me gestolen worden. Als je dat in Engeland zegt, dan smijten ze je de gevangenis in. Ah, daar zul je ze hebben. Julius, je weet wat je te doen staat. Wat dan? Jouw familie staat voor de deur. Alfons en Yvonne, die jij hebt uitgenodigd. Weet je nog? Misschien heeft Alfons die zegels bij hem van de Chinese Volksrepubliek. Ja, hij had nog een paar enveloppen uit China, zei hij de vorige keer. En daar zaten ze op. Julius, jij gaat nu die deur open doen en je vertelt die twee dat ze weer kunnen vertrekken. Begrepen? Ja, natuurlijk liever. Julius! Hallo. Zeg je maar. Ik zie er toch niet uit. Oh. Ja. Ja. Lieve tante. Zullen wij verstoptjes vinden? Nee, met mij terug laten, ja. Anders jij komen in zoekman van Bartosis. Ziet er niet uit. No! Oh, God! Wat? Mijn medicijn!